Welkom terug bij Pokémon Generations Monotype, waarin ik nu begin met Iris. Jordi in Gen 9 nog steeds het kut is, maar wel bijna klaar is. En Milan net voorbij Gym 1 is. Dat klopt helemaal. Ik ben Bianca aan het volgen in de Dream Yard. Lekker. Ja. Proost. Proost. Ik weet dat er een Munna zit hier, maar moet ik dat ook allemaal gaan doen? Ja. Ja. Jordi, hoe ver ben je eigenlijk? Ik heb gezegd dat ik met Starbases bezig was. Ik ben nu bezig met de laatste Titan. Dus puur qua overzicht. Ik moet nog 2 Starbases doen. Ik ben nu deze Titan aan het doen. En dan kan ik alle laatste dingen gaan aftikken voor de verhalen. En ja, en dan is het naar Area Zero gaan. Okay. Maar ja, ik moet dan nog wel de hele Elite 4 doen. En ook dan weer meteen nog de andere dingen doen, zoals bijvoorbeeld Arven en Penny inmaken. Lachen. Wat hebben Arven en Penny al misdaan? Nou, ze staan in de weg. Oké, ik ben nu met haar Ace bezig. Ze hebben maar 3 Pokémon, dat is echt maf voor een... Oh my god! Ah nee! Oh ja, let's go! Zit je liever zo OP, gek? Air slash is bizar. Ah, psychic. Fuck yeah. Zo, goud dit. Ik hoor een hele rollercoaster van emoties. Ja, ik dacht, de assurance. Ik dacht echt bij mezelf, fuck, ik ben de lul. Maar Jibbitje achter is binnen. Doe je goed. Lekker bezig. We zijn allebei trots op je. Dank. Ja. Weet je wat ik nog leuker vind? Ik ga weer terug voor voetbal, heel even 2 seconden. Wat ik nog leuker vind is dat er geen enkele Ajax-speler zit opgesteld vanavond. Woe! Huh. Victory! Dat is ook bijna voor het eerst ooit, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Wel een mooie beker hoor, godverdomme. Ja? Ja, ik vind de Nation League beker echt mooi. Hallo Juniper! Geef me die gaarne masterbal, dan kennen we door. Dan pleur ik hem even op de... Oh nee, wacht. Ik bewaar de massa wel voor Zekrom. Of Reshiram. Oh nee, ik heb de goede keuze gemaakt. Dus waren ook. Laat maar. Ja. Wat? Leaf Tornado? What the fuck? Wat? Ja, die krijg je al aardig vroeg met Snivy. Ja. Ja, maar Snivy... Heel veel mensen haten Snivy. Ik niet. Ik vind de beste starter van deze gen. Ik wou het zeggen. Ik vind hem heel fijn. Nou, hij is niet de beste, dat step ik gewoon, überhaupt. Ja, maar die is zo lelijk. Ja, hij is lelijk, maar ik gebruik Snivy heel graag. Heel veel mensen vinden hem moeilijk, ik vind hem fucking easy. Ik bedoel, als je... Als hij zijn hidden ability heeft, dan is hij helemaal goed. Ja, of als je de move Slam al hebt, dan ben je al blij hoor. Kijk, ik weet dat hij die laat krijgt, maar... How gets this? Flicker up, thank you. Ronald Q-Man. Ronald Q-Man? Onze ja, die beste Q-man, penalty-nemer, ja. De beste penalty-nemer die Nederland ooit gehad heeft. Hij heeft 9 penalties genomen, heeft ze alle 9 geraakt, dan ben je de beste, klaar. Ik bedoel, je hebt mensen die er meer hebben, maar die hebben er meer naast gelegd. Nou, jammer joh. Mew. Alright, route 10. Trainers. Blijf wel geinig dat Unova naar verhouding al zo klein is. Ja, we zijn nog goed de 10. Oh, nu al. Ja, heel lekker ja, man. En van 39. Heb ik kut nog meer nodig of kan ik Pampoer laten... Pampoer kan je wel weer wegdoen, want je hebt geen kut meer nodig. Zit je level 43? Someone's PC. Deposit the Pokemonster. Hoeveel jullie, welk level was jij nou? Destijds met Unova? Ja. Yeah. Eind 40. Dus ik ben wel een beetje goed op weg met alles, ja. 42, 43. Ja, mijn enige lage mon was La Vesta destijds, maar ja, die heb ik ook letterlijk uit een ei moeten halen. Maar ik mag nog niet die kant op. Wat heb ik misdaan? Ja, gebruik van Snivy is een illegale straf. Ja, dat snap ik wel. Nee, maar ik mag dus nog niet verder, dus ik moet blijkbaar nog iets meer doen. VVD! Wacht even.
Ja, ben je naar het huis geweest van die researcher? Oh, moet je daar weer naar terug? Ja. Ah, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nou, dan weet je wat je moet doen. Ze is wel opgewonden, ze springt helemaal. Springt ze omdat ze opgewonden is, omdat ze iets anders heeft? Dat hou ik even in het midden. Oh ja. Dat hou ik in het midden. Oh. Nou, ik heb alleen maar... Ik heb even cutscenes met Arvin, dus ik ga even kijken hoe het met Sander staat en zijn voortgang. Sander, geen idee wat Sander aan het doen is. Aan het chillen. Nou, hij was net in de safarizone en hij is nog steeds in Fuchsia City na uur. Dus ik weet niet wat hij aan het doen is. De Pokémon die geen weaknesses heeft. Spiritomb? Electros. Electric. Oh, Electros, ja. Ja, Electric dan, in dit geval. Ze is nog niet fully evolved, maar... Jezus, Koeman, die loopt gewoon in een pak rond. Mijn god. Ik ben al beroerd als ik er naar kijk. Veel te heet. Jezus. 30 graden buiten. Route 3 is nog niet Pindleforce, wat een onzin. Ik word gepest dat ik bijsta. Ja, dat is niet netjes. Nou, we gaan weer een open deur in trappen. Ik heb zo lang niet gespeeld dat ik echt geen idee heb wat ik aan het doen ben. Het lijkt bijna een nieuwe game voor me, zeg maar. Ja. Finding the whip. Ah, op 1 AP leeft die stomme hond. Ik heb nog geen rom voor X en Y, maar die heb ik toch nog niet nodig. Nee, anders kan je even Nando heel vriendelijk aankijken. Nou joh, duidelijk hebben ze zelf, dat is heel gebeurd, man. Kan ook. 10 minuten. Zo. My breakfast. Ik kreeg ook vandaag te horen dat ze Final Fantasy 16 demo klaar hebben liggen. Final Fantasy 16 demo? Ja. De game komt uit in 22 juni en dachten ze van, weet je wat? We hebben een demo van de prologue uit. Demo, oké. Nee, waar ik ervan... Wat vond je eigenlijk van Final Fantasy deel 2? Dat het al early 2024 komt. En dat het twee discs heeft. Nou, dat twee discs heeft vind ik heel knap. Dat had ik niet verwacht. Ik had echt wel verwacht van alles weer op één disc. Maar ja, ze moeten ook wel aardig wat dingen erin stoppen op basis van wat ze hebben laten zien. De vraag is, waar is nu de cut-off point? Ja. Want ze gaan niet... er komt sowieso nog een part 3 of een part 4. Alleen dan is de vraag, wat is part 3 en wat is part 4? Hey, ik moet Pampoer meenemen, want er is een dubbel battle en ik mag niet verder als ik niet twee Pokémon heb. Ik zal proberen geen damage te doen met de Pampoer, ja? Ja. Ach ja, en als het niet lukt, lukt het niet. Ja, ik kan ook geen andere Pokémon vangen nu voor mijn team. Nee, precies. Dus je hebt geen andere keuze, dus gewoon doen. Mm-hmm. Hebben wij überhaupt ooit tegen Kroatië gespeeld? Dat kan me niet heugen namelijk. Vast wel. Goeie vraag. Geen idee. Mararam, jij wou iets vertellen over YouTube en partner gebeuren. YouTube partnership gaat veranderen. Nu is het zo dat je 1000 abonnees moet hebben. Je moet 3 miljoen uur aan kijkuren hebben. En of... 10 miljoen weergave op shorts. YouTube Shorts. Op Shorts nog wel? Ja, op YouTube Shorts. Maar dat gaat dus veranderen naar 500 subs. Je moet nog wel steeds best wel een hoog aantal... in mijn hoofd weet ik niet precies hoeveel dat is. Hoeveel uur je moet... hoeveel uur aan materiaal gekeken moet zijn, maar...
Nee, dat is, voor ons of... geen, dat is voor ons geen probleem. Hoeveel uren materiaal? Nee, gekeken, hè, bedoel ik. Dat is ook nog steeds geen probleem, want hoe... Ook al kijkt één persoon één video maar voor ons, we hebben zoveel video's. Ja, op die manier. Dus dat lukt wel, alleen ja, de subs is een beetje een dingetje. Ja, maar het viel mij gewoon op tot het eindelijk zover is dat YouTube het na al die jaren heb ingezien. Ja. Want ik vond die 1000 veel ik echt nergens over gaan. Je kan toch ook met 600 abonnees en gewoon een goede aantal views, kan je gewoon goed je gang gaan. Mm-hmm. Iemand met 500 subs kan betere stats hebben dan iemand met 1000 subs. Maar die 1000, dat was echt een ding. Ja. Maar ja, ik weet niet, het gaat waarschijnlijk aan heel veel dingen liggen. En ik vind het op zich wel makkelijk dat ze dit doen. Maar ja, aan de andere kant, het waarschijnlijk ook worden dat mensen misschien minder op YouTube gaan zitten. En probeer ze nog misschien een beetje... Het is toch meer TikTok geworden. Ja. Want ja, doe je shorts, dan krijg je meer aandacht nu. Ja. Ik word afgemaakt door Charon. Oké. Okay. Ja, dat doen Charons afmaken. Nou. Even wat klaar, dan kunnen we gaan beginnen aan de Ligi. Ligi. Nou, mogen we een interview gaan doen. De moeilijkste uitdaging van deze hele league. Zeker. Onthouden fuck iedereen's namen was. Oh ja, dat gezeik. Dat vond ik echt gezeik. Ja. Jezus. Je moet ook tegen Charon. Ja, maar die van mij is waar ik heb het gevoel alsof ik Charon al 3 keer heb bevochten. In ja, die, dat gebeurt in deze game. Dat gebeurt al te veel. Mm-hmm. Oké, deze. Natuurlijk word ik weer gecreëerd. Ze zouden het zo makkelijk maken als de namen overeenkomen met de gyms, maar ja. Oh, critical hit, fuck ja. Yeah. Hoppa, zit jullie op level 44, doei. Zit jullie van Monster Learn Psychic, hè? Dag Psybeam, hallo Psychic. Charon is verslagen. Woe. Zo, kan ik lekker nu lekker bezig. Truly healed harms Pokémon. Niet jij ook. Oh, Max Revives. Hey ho. Mate. Prima. Ik hoop nog steeds dat ooit de Pokémon game komt waar je gewoon Max Revives kan kopen. Ja. Dan wordt het wel heel makkelijk. Hoezo? Als ze dan gewoon 10.000 euro per stuk maken. Ja, maar tegenwoordig is het farmen van monies ook niet zo moeilijk meer. Nee, dat is waar. Nee, kijk alleen maar naar Sword and Shield. Ja, Snijfje evolueert. Hoeveel WhatsApp je? Ja, zoveel. Oké, dan kan je deze Luxury Balls kopen. Oké. Luxury Balls weer verkopen. Hey, 10 miljoen binnen, huppakee. Tjing! Er was toch ook al zo'n trick in X en Y met Luxury Balls? Ja. Ik blijf het mooiste vinden, de Pokeball glitch van Colosseum ook vinden trouwens. Ook legendarisch. Die ken ik niet. Als jij met de ene Pokémon een Pokéball kiest en jij verswitcht met select steeds de positie van die Pokéball, dan verdwijnt die Pokéball niet. Ja. Dus kortom, als jij op het einde van de game een Masterball hebt, kan je elke Pokémon met een Masterball vangen. Yeah. Lekker praktisch. Ja. Ben ik geheeld vast niet? Nou, het is Gen 5, dus wie weet. Ik ben niet geheeld.
Nou. Tijd voor de eerste Elite 4. Ja. Nou, ik ben gewoon rustig aan het doen. Jij denkt van, oh, Milan is toch in dezelfde gen, ik kan mooi rustig aan doen. Nou, nee, dat niet. Dat, ik bedoel, ik sta nu letterlijk voor de Victory Road, maar ik wil elke trainer doen. Dat is slim. Ik bedoel, voor mij hoef je echt niet bang te zijn. Nog niet, misschien. Is eng, hè? GFM. Maar god, dat het nog bestaat. Ja, blijkbaar kijken mensen het, dus ja. Kijken? Luisteren. Kan. Je kan tegenwoordig ook radio kijken. Ja, ja, tuurlijk. Visual radio, I know, maar... Kijk, het hele rare is, je kan ook al boeken luisteren. Heel apart. Woe. En tv kan je lezen. Ja, het is een rare wereld waar we in zitten. Nee, je kan tegenwoordig als burgemeester blind worden en dan word je nog burgemeester ook. Nee, bijna blind. Ja. Wat is Charda burgemeester? In Leidse dorp, of Leidendorp? Leidendorp. Is een influencer en daar de burgemeester nu en die heeft 5% zicht. Ja, Charda denk ik, of niet? Ja, zou kunnen. Ze is influencer op TikTok in ieder geval. Ja, dat zit ik zo in van, oké, maar wat heeft zij nu daadwerkelijk gedaan? Als jij het weet, mag ik het zeggen. Ik weet het niet. Mij lijkt het niet praktisch. Okay, maar ik heb er op zich niks op tegen dat zo'n iemand burgemeester is. Oh, helemaal niet. Maar ik ben er meer geïnteresseerd van, oké, maar wat is dan haar... kwalificatie. Achtergrond. Ja. Nou ja, ze zal... Misschien heeft ze die wel, hè? Dat weet ik niet. Ja, ja, je moet sowieso bij een politieke partij zitten, dus... trouwens, ja. Dat roep ik wel, maar er is een burgemeester in... ergens die bij geen partij is aangesloten. Waar ik trouwens voor ben. Gewoon een gekozen burgemeester. Dat zou echt zoveel gedoe, minder gedoe zijn. Waarom hield niemand je hier? Ik wil een nieuwere game waar je op elke seconde gehield. Ja, mooi. Waarom word je niet ook niet in de Victoria Road, word je ook niet gehield? Dat is zeik. Ik terug ga fietsen naar de stad. God, wat erg. Ik moet even 3 meter fietsen. Ja, super erg. Ja, dat kan niet, hè. In de nieuwe games kan dat niet. Oeh, 1 stap en een Pokémon. Het is een Woobat. Oké, ik heb haar gevonden. Charda Struik. Oh, ze hebben het veld al op. Ja, het is Charda. Dat is inderdaad Charda. Bij welke partij zit ze? VVD. Hè? VVD. Oh. Grappig. Ik ben Charda en ik ben bijna blind. Aanjaagteam. Bevorderen politieke participatie van mensen met een beperking. Spreker, ja, adviseur en contentmaker. Ambassadeur en programmamanager van het Bartimeus Fonds. Wie is de commentator? Dat is even Jeroen Elsof, oké, top. Development traineeship. Die doet alleen die ESPN. Bezoeksvrijwilliger. Huh? Het is niet Leo Driessen, want die doet alleen die ESPN. Nou, het gaat... Oh ja, wacht, Frank Snoeks doet geen Nederlands elftal meer. Gelukkig. Dat was echt het allerergste voor Nederland ooit. Okay, altijd wat goed praten met wat altijd alles in het negatieve gooien. Ik werd zo moe van die man. En ik was de enige die hem haatte. Maar ja. Nee joh, Frank Snoeks werd helemaal uitgekotst door heel Nederland. Nou, mijn oude werk vond iedereen fantastisch. Nou, mij niet gezien. Ik vind het echt de vreselijkste commentator die er bestaat. Oh nee, er is 1 vreselijker en het is niet Leo Driessen. Wie dan? Siert de Vos. Nee, die is gewoon grappig. Zie ik Mieke Nende. Nee, die is niet grappig. Jordi, als jij voorloopt, zou je voor mij even iets op kunnen zoeken? Dan moet je wel heel specifiek zijn wat je wil hebben. Ik wil weten waar in de Victoria Road ik mijn laatste Pokémon kan tegenkomen. Oh, Rufflet. Ja. Dat wil je weten, oké. Okay, want ik ben nu met dat badge gebeuren bezig. Ik weet niet, daar zitten grasstukjes tussen. Ik weet niet of ze... Ik denk dat je daarvoor nog even wel iets verder moet lopen. Ja, nee, maar... Waar de fuck is Pinwheel Forest? Gaat dat nog een keer komen, of niet? Pinwheel Forest is pas naar Lenora. Tussen badge 2 en 3. Wat de gezeik. Daar loop je pas in wanneer die Dragonite skill wordt gepakt. Dat doe je nog wel even.
Routes 10 en 11. Dat ben je niet. Dus je kan op zich teruglopen als je zou willen. Ja, maar Victoria Road is hoger level. Maar ja, maar hoeveel procent kans? Op route 10 is die 30% kans. En in de Victoria Road? Nou ja, als je me heel even een tel geeft. Een tel. Terwijl ik... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tellen. Ja, zoiets, ja. Ik kom. Zo. Maar ik ben aan het mashen. Ik ben mijn mond aan het dood laten gaan. Dat is niet eens super snuggen. Victory Road en route 11. Oké, laten we even kijken. Pokémon, Victory Road. 35. 35%. Maar dat kom ik hem gewoon overal tegen. Eerste vloer. Niet binnen, dus je moet er wel buiten tegenkomen. Buiten? Je gaat buiten, ja. Maar in gras of zo. Ik weet een betere Pokémon die je kan gebruiken, Adam. Alleen dat is nu een beetje laat, omdat die laag level zal zijn. Wat dan? Archops. Ja, dat is een beetje kut. Beetje maar. Dus ja, je kan terug gaan naar route 10 of je kan zeggen van buiten rondlopen bij de Victoria Road. The choice is all yours. C1000. Hey. Ja, ik ga wel hier, want het is 35% kans, dus level 38, 39 zie ik hier. Echt, Sharon, flik. Hier maar zijn ze begonnen met... Wat bedoelen ze met outside? Want dat snap ik niet. Wat ze bedoelen met die outside van Victoria Road? Ja. Dat het niet binnen is. Ja, zo verkoop ik wel. Zie je die... ben je al bij het stuk wat je moet beklimmen? Ik ben nu met de trainer in de god bezig, de eerste. Oké, als je net buiten de god bent, of dan heb je altijd van die bruine plekken. Oh, van die bruine plekken? Wacht even. Ja. Het zullen in de lucht zwevende encounters zijn waarschijnlijk. Serieus, werkt het zo? Net als in Sun and Moon heb je ook op het eerste eiland in het noorden heb je ook van die zwevende plekken. Daar zitten ook Rufflets en zo. Nou ja, hier zweven ze niet, maar kan je ze gewoon tegenkomen op die stukken. Een gym. Oeh, N komt uit de gym. Hallo. Hallo. Hallo meneer Nu. En dan mag je tegen N gaan vechten. Ja, want ik heb nog niet genoeg mensen gevochten. Ik denk dat Snipe straks al level 40 is. Ja, die is, je hebt een superior voordat jij begint aan gym 3. Een voordeel, voordat ik bij gym 3 ben... Duran. Spacer. Waarom spelen we dit uit nu? Waarom spelen we in het blauw? Spelen we uit? Waarschijnlijk. Dan kan je toch alsnog in het oranje spelen? Ze spelen in het fucking wit. Dit vind ik echt erg. Je speelt godverdomme mijn eigen land. Ja, we spelen nog thuis ook. Hé? Wat een gezeik. Zeer frappant. Even kijken, jij zegt bruine stukjes. Ik zie geen bruine stukjes. Ik ben nu op de benedenvloer. Oh, wacht, volgens mij zie ik wat je bedoelt. Een soort van modderpatch-achtige dingen. Ja. Yep. Ja, oké, dat. Oké, dan weet ik dat. Watch me find whip. Nou, watch me nee. Echt, en wie denk je dat je bent? Denk je dat je van mij kan winnen? De Pokémon Meester? Kovacic. En je mist een paar letters in je naam. Wat? Ja. Nou, zijn naam is N. Dus die mist een paar letters. Is er ergens bekend wat zijn wat wel wat zijn volledige naam is? Of is het echt N? Ja, Natura Harmonious Crocius. Wat zeg jij nou weer? Dat is de naam van N. Lul niet. Nee, dat is letterlijk de naam van N. Wat? Harmonious Crocius is de achternaam van Getsis. En die heeft hij dus geërfd van... Je bedoelt het trouwens toch met dat wildstukje, een soort rubble dingen, toch? Ja. Ja, oké, top. Heatmaw.
Dat is een Dragonite. Een Dragonite. Ah joh, ga liggen hier met je bek. Nou. Drama. Maak er weer een drama van. Xavier Simons toevallig? Nee. Rufflet! Xavier Simons. Nee, dat is een Kroaat. Ja, je had het ook nou, op welk level evolueert hij Rufflet in God Christus naam? 54, succes. Dat meen je niet, dus dat blijft gewoon een Rufflet dus. Dat blijft gewoon een Rufflet. Je had toch beter voor Archops kunnen gaan. Ja, je maakt het uit. Quickballetje in je bek. Fris watertje. Hebben! Nice. Jongens, wat zijn we nou... Ah, we hebben alweer een corner weggegeven. Lekker jongens. Lekker man. Doen we goed. Woe! Virgil zit te kijken alsof die water ziet branden. Nou, dat weet ik ook alweer genoeg. Met die boeken. Pet Red, they're on the floor, Pet Red. Level 17? Hoe je? Uh-oh. Modus met de hoekschop. Ik heb dat nu direct in. Wel nee. Wie ben jij? Uit welk land kom jij nou weer? Ik ben Milan. Oh, gewoon is KO door een Petrad. Lekker bezig. Zo, goed gespeeld zeg. Graag gedaan. Wie was dat? Gakpo, hoor joh. Gakbal. Ja, Gakpo als centrumspits vind ik toch grappig. Gewoon een bodycheck waardoor de bal er buiten gaat. Die pittig lastig gaat worden, denk ik zo. Huh? Hm? Zeg, dit wordt een Jimpy die pittig lastig gaat worden. Ja, dat ja. Ik had er ook godschristus moeite mee hoor. Dat is dan ben ik nog maar bij de eerste trainer in de gym. Ja, dat is Lenora voor je. Oh! Hey! Oh. Ja, keeper van Dynamo Zagreb, ja. Praten we ook over een... Het is alleen een penalty killer, nou. Maar ja, als je keeper Dynamo Zagreb... Hebben die bereikt in de afgelopen jaren? Het veld. Koopmijners, nou. Ga ik nou eens een keer laten zien met je bek? Je hebt nog nooit een goede wedstrijd in het Nederlands elftal gespeeld. Echt nog nooit. Wat is dit voor bal? Wat wil je? Wat wil je bereiken? Oh, ik kan niet zo slecht tegen. Gaan mensen nog voor klappen ook? Voor een bal die niet aankomt. Klappen. Oh ja, wacht, we zijn Nederland. We zijn geen topland, als waar ook. Je hebt gratis commentaar bij mij erbij, dat weten jullie. Ja, weet ik. Dat stelt Sander ook zo op prijs dat we iedere keer over voetbal hebben. Ja, dan wordt hij misschien een keer eindelijk cultureel opgevoed. Ja. Je hoeft niet te kijken. Jawel, want hij is de enige kijker. Nee, Mike ook. Alleen ja, Nando kijkt niet, maar ja, Nando is veel te geïnteresseerd in de cage lock. Ik snap het wel. Ja, ik snap het ook wel. Ik ben gewoon blind. Er is gewoon zoveel om je over te verbazen dat het te begrijpen is. Nou ja, meer zo van, Nando heeft al gewonnen. Zij zegt zo van, ja, ik hoef nooit meer naar een andere generation te kijken. Dus ja, daarom begrijp ik wel dat hij niet meer kijkt. Wanneer spelen die Spanje? Oh, morgen. Mooi potje hoor. Fucking Frankrijk, Spanje-Italië. Gewoon een leuke pot. Oh, wacht. Het is een healer. Een dokter. Waarom wordt er gefloten? Oh, wacht. Het zijn die 14.000 kwaten die je nu hoort fluiten. En ook niet gewend. Is er nog logica in die gym puzzel of... Je moet lezen. Dat is het enige. Moet je lezen. Ja, je moet lezen, ik weet het. De grootste zwakte van Milan, lezen. Dat is zeer zeker waar. Ach. Dat is letterlijk wat... Liever dat als zwakte, dan niet opletten als zwakte. Zo, dan hebben we dat klaar.
Even healen. Ah, dit is de meest pussy gym trainer die ik ooit heb gezien. Hoezo? Wat op? Nou, gebruik een X-item, dan, ben je, dan heb je bij mij al verspeeld. Ah, dus je speelt tegen mij. Ja. Zo, goed. Ah, joh, fuck off, man. Dat was op de bal. Halve tamme. Nou. Waar kom je vandaan? Kroatië of zo? Nee, zo werkt dat niet. Oké, wat was gewoon een perfecte sliding op de bal. Fucking hell, sorry. Waar zijn je mee aan het kloten? Ik ben aan het kloten met een herdier. Met al je normale herdier? Ja. Oké. Okay. Oh, maar die inmiddels al gestorven is. Ik ben in de Victoria aan het kloten, dus je kan stoppen. Oké, okay, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens.